Hallootjes, ik ben Frietpan Frank en laatst heb ik deze Flugel-frietpan gemaakt. De frietpan bestaat uit 5 Flugel-flesjes die een potje vet verwarmen. En om het extra gezellig te maken draaien ze ook nog eens een beetje in het rond. Van deze frietpan heb ik ook een YouTube Shorts gemaakt. Dus heb je de aandachtspannen van onder een minuut, dan is die video echt een aanrader. De link is in de beschrijving. En voor iedereen ouder dan 25... hier is een lange versie van de video over hoe ik tot dit resultaat ben gekomen. Het begon allemaal na het debakel van het strijkijzer die geen strijkijzer bleek te zijn. Toen had ik besloten dat ik iets moois wilde gaan maken. Maar ja, wat is mooi? Ik vind sigarendoosjes altijd wel mooi. En tijdloos. Ja, mooi en tijdloos, dat zou het moeten worden. Dus wilde ik een houten doosje gaan maken met van die tandverbindingen erin. Dat straalt wel tijdloos uit. Zo'n verbinding kun je maken met een zaagtafel. Door iedere keer het plankje een beetje te verzetten, blijven alleen de tanden over. Maar dit blijkt echt tering veel werk te zijn. En daar had ik dus even geen zin in. Nu ken ik een plekje waar ze een lasersnijder hebben. En die kan ook hout laseren. Of eigenlijk alleen hout. Dat gaat toch wel echt heel veel sneller dan zelf zagen. En een heel doosje is zo gemaakt. Even vergat ik het project en was ik alleen nog maar andere dingen aan het maken op de lasersnijder. Een naambordje, een legpuzzel voor kinderen, kunnen ze lekker op tijd beginnen met het leren van de namen van snacks. Nog meer naambordjes, een riskbord. Ja, lekker bezig. Nu weet ik wel hoe de laser werkt. Ik wilde de frietpan draadloos maken, niet elektrisch. Qua verwarming zat ik aan iets met lampolie te denken. En langzaam kwam het idee om van Flugel-flesjes kleine olielampjes te maken. Dit moest ik natuurlijk wel even uittesten. Gelukkig is het nogal makkelijk om van een Flugel-flesje een olielampje te maken. Ik zat nog in de ideeënfase en toen kreeg ik van iemand een oude stereo met de vraag of ik er iets mee kon. Nou, niet echt, maar ik kan hem uit elkaar halen. Dat is altijd leuk om te doen. En wat bleek, in het hart van de stereo een prachtig motortje op 4,5 volt. Mooi tandwieloverbrenging en een hele dikke euro bespaard. Tijdens het slopen van de stereo was ik geïnspireerd geraakt door alle tandwieltjes. Dus ik een beetje tekenen met mijn 3D-programma. En zo ontstond het idee om 6 Flugel-flesjes op 6 tandwielen te maken. Omdat ik zoveel mogelijk flesjes dicht bij elkaar wilde hebben, was het plan om ze rakelings langs elkaar op te laten gaan. Dit moest omdat ik een hele mooie glazen pot had gevonden, maar die was niet al te groot. Dus de vlammetjes moesten allemaal in het midden uitkomen. Tijd om dit eens in de praktijk te testen. Kijken of de flesjes wel langs elkaar opgaan. Eerst wat tandwielen met de 3D-printer gemaakt en ook een ring met tandwielen eromheen. Ik had alleen nog niet genoeg flesjes om te testen, dus dat werden kartonnetjes. Maar 6 flesjes bleek niet echt te doen. Ik kreeg de flesjes niet zo verdeeld dat ze allemaal langs elkaar opgingen. Dus besloot ik maar 5 flesjes te gaan gebruiken. Iets waar ik later spijt van zou krijgen. Dat met die tandwielen is wel geinig, maar ik moest ook nog iets met het motortje. En na veel dagdromen bedacht ik me dat niet de buitenste rand hoefde te draaien, maar dat ook de tandwielen zelf konden draaien en de ring kon blijven stilstaan. Nog wat tekenwerk later en er was ook een ontwerp voor de draaischijf en voor de houder van de draaischijf. In deze houder gaan ook 2 lagers zodat alles lekker soepel draait. De batterijen die lijm ik vast met het lijmpistool. Ja, ik weet dat ik gezegd had dat ik iets moois wilde maken, maar dit ziet toch niemand. Met een elastiekje om het dunne deel van het tandwiel heeft de draaischijf een mooie snelheid. Nu dacht ik dat ik die geprinte 3D-ring ook zou kunnen laten vervallen als ik die ook in het doosje zou laseren. Dus ik weer naar de laser en een hele set met plankjes gelaserd. Omdat alles dubbel is, zijn het heel wat plankjes geworden. En bij een mooi project hoort ook een mooie studio. Tijd om die verbrande plank eens weg te halen. Na een laatste controle was het tijd om de 20 plankjes aan elkaar te lijmen.
Ze pasten bijna allemaal in één keer. Terug naar de vlugellampjes. Die lampjes zijn wel leuk, maar vlugel is roze en niet kleurloos zoals lampenolie. Dus dacht ik, waar kun je lampenolie mee kleuren? Nou, met olieverf dacht ik. Maar dat blijkt niet te werken. Ja. Grondverf is ook niet geschikt om grond mee te verven. Gelukkig werkt het met andere verf wel. Flesjes op de tandwielen lijmen en toen alles een beetje in elkaar zat, bleek het elastiekje kapot te gaan. Door de tandwielen die nog op het motortje zaten. Dus daar moest ik ook nog even iets aan veranderen. Ook nog even een aan- en uitknop erop solderen. Oh ja, en ook nog een rekje lassen. Voor het materiaal gebruik ik heel dik toevoegmateriaal. Wat ik met heel dun toevoegmateriaal aan elkaar las. Dat is wel een beetje gepiel, maar uiteindelijk is het toch gelukt. En dan de vlugels erin en het project is klaar. Een mooi doosje met daarin een unieke frietpan. Van de olielampjes komt best veel roet af. Of dit nou komt door de relatieve lange lonten of door de verf in de lampolie. Ik weet het niet, maar de glazen pot is binnen no time zwart geblakerd. Voor de zekerheid deed ik het testen buiten. Maar de wind buiten die hielp niet echt mee. En als ik heel eerlijk ben, hielp het ronddraaien van de flesjes eigenlijk ook niet echt. Uiteindelijk was het wel gelukt het frietvet voldoende te verwarmen. En kon ik een paar mooie shots maken van dit project. Nog belangrijker, ik kon een bami-schijf frituren. Al met al toch gelukt. Dus ik geef dit project een dikke 10. Wel heb ik besloten de volgende keer iets met veel vermogen te maken in plaats van met net iets te weinig vermogen. En dat was het weer. Heb je tot hier gered in de video? Respect en bedankt voor het kijken. Als je nou nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, weet dat dat gewoon kan. En in dat geval, tot de volgende keer. En in ieder geval, maak er een vet weekend van.